Ah, kijk, lieve schaapjes. In plaats van alle gekke schapen die gisteren met Wilders aan het meejuichen waren. Ik had het allemaal nog niet meegekregen, want ik zat gisteren dus bij mijn zus, met mijn zus en mijn moeder bij de bijeenkomst, zeg maar. Dus ik heb het helemaal niet meegekregen wat Wilders heeft gezegd. Dus ik zat vanochtend in de auto naar mijn werk, op deze weg trouwens. En ze hadden het erover en ze lieten dus dat stukje horen van wat hij gisteren zei. En ik zat lekker te cruisen zo. En ik hoorde hem zeggen, willen jullie minder Marokkanen? En ik dacht, oh, je Wilders weer, dus weer aan het doen, weet je wel. En toen hoorde ik al die mensen, ja, weet ik veel wat ze zeiden. Ja, minder. Mijn reactie was echt, zo zat ik in de auto, serieus. Ik dacht, hoor ik niet Duits te horen nu? Volgens mij, dit is toch een stukje van Hitler, of niet? Maar het is Nederlands. Oh, en het was gisteren, in Nederland. Serieus, ja, ik weet dat mensen moe worden van de vergelijking met Hitler. Maar mensen zien dan de Hitler van de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog. De Hitler die iedereen in een kamp stopte en al die verschrikkelijke dingen. Maar je denkt toch niet dat Hitler op een dag is opgestaan en heeft gezegd weg met de Joden. En dat iedereen dan stond, ja, weg met de Joden. Tuurlijk niet, dat is jarenlang is dat verder gegaan. Die mensen zijn gebrainwashed en dat is over jaren gegaan. En het is gewoon eng, ik vind het gewoon eng. Want hij heeft het nu ook niet over moslims. He, je mag best tegen een geloof zijn en zelfs tegen een andere cultuur dat dan te veel in dit land komt of zo. Sowieso mag je overal tegen zijn, moet je helemaal zelf weten. He? Als hij minder Marokkanen wil, moet hij ook zelf weten. Maar normaal was het altijd tegen de islamisering. En nu zei hij minder Marokkanen. Gewoon echt een hele bevolkingsgroep van op een afkomst. Geen Turken, geen andere moslims. Nee, Marokkanen. Serieus? En wat ik het dus eigenlijk het engst vond, want we kennen Wilders allemaal en wat hij roept. Heel veel mensen hebben zoiets van laat hem lekker lullen. Weet je wel? Die mafkees, die racist, laat hem lekker lullen. Maar dat je nu ook echt zo zag en hoorde dat hoe de mens, de normale schaap, de normale, gewoon de mensen die op hem stemmen, en hoe ze dan reageren. Ik vond het eng. Ja, minder Marokkanen. Marokkanen het land uit. Want wat bedoelen ze daar nou mee? Wat bedoelt Wilders ermee? En dat hij ook zei van, ga ik regelen. En dat ze allemaal gingen lachen. Gaat hij regelen? Ik vond het gewoon eng. Het was gewoon eng. En wat bedoelt hij dan? Minder nieuwe Marokkanen? Of de Marokkanen die er nu zijn, gaat hij naar een andere stad gooien dan Den Haag? Of gaat hij die terugsturen? Ook de Marokkanen die hier geboren zijn. Hè, want dat zijn al die kut Marokkaantjes. Die zijn hier geboren. Ja. Nee, dat zijn gewoon Nederlanders. Anyways, wat gaat hij doen? Terugsturen? De Joden het land uit? Een tijdje later de Joden deporteren? Naar kampen? En dat vinden mensen dan overdreven dat je dat zegt. Maar lees eens een geschiedenisboek. Al die PVV-stemmers die zo erg aan zijn kant staan op dit vlak, die zouden eens een geschiedenisboek moeten lezen. En niet alleen over hoe het in de Tweede Wereldoorlog was, maar hoe zo iemand aan de macht komt. Wat er daarvoor gebeurt. Dat zou je eens moeten lezen. En ja, daarmee negeer ik niet de problemen die er zijn. Ja, er zijn kut Marokkanen. Ja, die zijn er. Ja. Weet je wat er ook is? Kut Nederlanders, kut Surinamers, kut Antillianen, kut Chinezen. Ja, en ik weet ook dat het wat meer opvalt dat die Chinezen, dat die Marokkanen er zijn. Daar komt mijn homeboy. Mijn homeboy komt eraan. Ik weet dat ze er zijn en daar moet je dan wat aan doen. Maar de oplossing is niet, gooi ze gewoon het land uit. Toch? Misschien ga ik er straks nog even over verder. Want daar komt mijn homeboy. Kijk, mijn stoere homeboy met zijn zonnebril. Hij is heel ver. Je bent toch heel ver nog? Hij belde me net. Ik sta voor je deur. Hij staat heel vaak voor mijn deur en dan ben ik niet thuis. Ik sta voor je deur, bitch, waar ben je? Ja, ik sta bij de schapen te vloggen. Ja? Hoi! Ze hebben vet lang haar, die schapen. Doe me denken aan mijn zus, toen ze nog heel klein was. Toen we nog in Den Haag woonden. Zat ze in de bus met mijn moeder, of in de tram of zo. Vet klein was ze en ze zat er keihard te zingen. Schaapje, schaapje, wat heb je in je hol? Hey, even serieus. Weet je hoeveel werk dat vloggen is? Ik ben niet aan het klagen hoor, maar het is echt wel. Ik ben wel even mee bezig met het bewerken en uploaden. En soms 's avonds als je een set moet klaarzetten om goed licht te hebben en zo. Maar het is leuk. Het is leuk. Ja, ik heb nog lang niet alles gezegd wat ik wilde zeggen over Wilders en wat ik daar nou echt van vind. Het is niet zo simpel. Het is niet zo simpel als Wilders is dit. En het is ook niet zo simpel als kut Marokkaan is een kut. Moet oprotten. Het is allemaal niet zo simpel, oké? Okay? Het leven is niet zo simpel. Ja, we moeten het gewoon simpel maken. We moeten gewoon een oplossing. Nee, ja. Nee. Sorry. That's life. Oplossingen moeten we zeker proberen te zoeken, ja. Oplossingen. Niet
dingen die niet werken. Anyways, tot morgen. Hey, ciao.